Een dag na de brand wordt de schade aan café De Toffe Peer in Sint-Willebrod pas echt duidelijk. Er is bijna niets meer over van het pand. En de politie doet tussen de asresten onderzoek. In Sint-Willebrod is ook onze verslaggever Rob van Kaathoven. Ja, Rob, hoe staat het daar nu met het onderzoek? Ja, het onderzoek is in volle gang. 3-4 man van de recherche zijn onderzoek aan het doen in het pand, ook met een hond vanochtend. En als je bekijkt, dan zie je hoe verwoestend die brand is geweest. Je ziet een beetje de voorgevel, maar tot achteraan toe is het helemaal weg. En wat misschien wel cru is, is dat het enige wat wij nog hebben gevonden, wat nog heel is, zijn de muntjes van de kroeg. En verder is het één woesternij. Er is niks overgebleven van wat ooit De Toffe Peer hier in Sint-Willebrod was. Ja, het is echt allemaal afval of puin wat je ziet inderdaad. De eigenaar die was zelf, toen het gebeurde, zat hij in het vliegtuig. Inmiddels is hij er wel. Jij hebt ook met hem gesproken, hè? Ja, hij was vanochtend hier. Hij is gisteren al geweest. Maar ja, nu wordt het dus echt duidelijk hoe het is. Het doet hem wel wat hoor, als je zo je kroeg in puin hebt zien liggen. En wat ook cru is, dat hij eind vorige werkweek nog ook gepoogd is om brand te stichten. Mensen hebben geprobeerd om binnen te komen. Daar sprak ik hem ook over en daar vertelde hij het volgende over. Ze hebben geprobeerd om de deur te forceren en om binnen te gaan. En dat is gebeurd destijds. Ja. Ja. En brand te stichten, want ze hadden jerrycans bij zich? Ja, zoals ik het kon constateren wel, ja. Was het ook toen al dat ze dus iets bij zich hadden om brand te stichten, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik ben geen expert erin, maar de beelden die ik heb gezien duidt er wel op. Nou, gaan er allerlei geruchten de ronde. Onder meer zou een werknemer iets mee te maken hebben, relatieproblemen. Wat weet jij daarvan? Ja, het is zo'n doelgerichte aanslag. Die geruchten gaan dan heel erg snel, vooral in een dorp. Daar zei de eigenaar ook over dat, ja, daar is het een dorp voor. Negatieve en positieve geruchten komen meteen op gang. Hij doet het af als indianenverhalen. Het is zo gepland en ernstig wat hier gebeurd is. Dat doe je niet bij relatieproblemen of dat doe je niet als er iemand ontslagen is. Dus dat doet hij dus af als indianenverhalen. Dankjewel Rob van Kaathoven vanuit Sint-Willebrod.